Dames en heren, vandaag is een heel speciale dag, want vandaag heb ik mijn allereerste Valentijnskaart gekregen. Het is een Valentijnskaart en het is een 3D-kaart, want er staat een hartje. Hoe cool is dit? De verjaardagskaart is van Andrea en Thaisa. Ook kreeg ik een zakje chocoladehartjes. Kijk hoe cool dit is, wauw. Awesome. Maar vandaag is een hele speciale dag, want vandaag gaan wij nog eens op de motherfucking deep web, hey! Ja. Ja, mijn kamer is naar de kloten. Voor de 5000ste keer, alles ligt weer vol met confetti. Ik had thee gemaakt om aan deze video te beginnen. Dit fucking confetti in de thee. Vandaag gaan we... Oh my god, er liggen zelf confetti's op mijn camera. Awesome. Vandaag gaan we op de deep web. Doe zeker een duimpje omhoog als je meer deep web video's wil. Want ik doe het nu iets minder, omdat ja, ik zag ineens dat iedereen het begon te doen op YouTube. Dus I was like, I'm out. Dus doe zeker een duimpje omhoog als jullie meer deep web willen. Ik ben eens zitten en ik zou zeggen, let's go. Mijn thee smaakt een beetje naar... confetti. Ik heb echt fucked linkjes. Ik heb linkjes waarvan ik zelf denk, waar de fuck slaan deze links op, maar oké. Okay. Check dit. Het is overal. Echt overal. Dit is de Silk Road 3.0 of zo. Dus ja, we gaan even naar de Silk Road 3.0. Oké, deze site is offline, dus we gaan naar Crypto Market. Ik weet echt niet wat deze sites doen. Ik weet niet of ik het wel weet. Oh, er is weer een leuke login site in een fucking random taal. Ik weet niet waar het over gaat. Let's do this. Oké, voor de verandering heb ik mijn naam is naar Lolbroek 564 gezet. En ja, ik weet niet of ik mijn wachtwoord nog weet. Maar fuck die shit. Ik weet niet of ik mijn wachtwoord nog weet. Maar oké, okay, we gaan gewoon online. Let's go. Hopelijk werkt deze website. Oké. Okay. Oké, er is gewoon een forum waar je allerlei shit op kan kopen. Dus we gaan eens kijken wat er bij de sales staat. En kijken of er leuke dingetjes te koop zijn. Yeah, ketamine. Let's go. Ketamine. A hydrochloride tranquilizer. Conclusion. Kid is for horses, you dumb motherfuckers. Netflix-accounts, Spotify-accounts, porno-accounts. Awesome! Op deze site kan je voor goedkope dingen echt dingen kopen. Highly sold, be completely anonymous, must have for anyone in the dark net. Misschien zou ik dit dingetje beter eens kopen. Iedereen zit gewoon op deze fucking site dingen te verkopen alsof het fucking normaal is. Deze site gaat echt nergens over. Het zijn gewoon fucking illegale rot shit dingen, man. If you wanna buy some coke! I don't know, man, cocaine is not good. Don't do drugs, kid. Stay away from the drugs. Het is echt fucking irritant. Alles hier volg met confetti. Als mijn mama binnenkomt, gaat ze echt weer een 3D flip krijgen. What the fuck is this? Hè? Dit is Jezus of zo? What the hell? Ik weet niet wat dit is, maar er staan hier allemaal random dingen. Autisme intensifies. What the hell? Ik ga hier een file downloaden. Oh baby. What the fuck is this? Fresh of the mill, a psy riff. Geen flow idee wat dat is. Let's go. Download file. Ik weet niet of dat legit is. Hopelijk is mijn computer niet kapot. Oh, wat heb ik net gedaan? Ah, leeft mijn computer nog? Oké, er gebeurt niet echt iets. Waarschijnlijk heb ik net een fucking groot virus gedownload. Dan is alles kapot, maar oké. Kan niet kapotter dan mijn haar. Weet je dat ik meeste van de tijd op de deep web niet eens snap wat ik zelf aan het doen ben. En gewoon klik op random dingen. Zoals dit. What the fuck is this? We gaan hier gewoon eens klikken op terrorisme. Oké, er is een handleiding hoe je terrorist kan worden. Denk ik, holy shit. Ja, waarschijnlijk wel. Het zijn allemaal dingen over Al-Qaeda en zo. Sick, wauw. What the fuck is dit? Maar er staat hier dan ook fitness bij. Fucking fitness. Random foto's van fitness. Random dingen hoe je kan stretchen als je aan het fitnessen bent. Er gaat echt helemaal nergens over. Het is gewoon een motherfucking site waar er dingen staan hoe je bommen moet maken en zo. What the hell? Handgranaten. Nog handgranaten. Oh my god, waar de fuck gaat dit over? What the hell? Unavailable for legal reasons. Why the fuck zou iets offline zijn voor legale redenen? Like, I don't fucking know waarover dit gaat. Yes, I don't wanna know this. En ik wil ook niet doneren. Oké. We gaan nog eens terug gaan naar deze site, want ik wil echt iets downloaden. En kijken of ik niet nog eens een video kan downloaden of zo. Oké, hier hebben we iets random. Ik ga gewoon ja, dit dingetje downloaden. Let's go. Ik heb dus op de een of andere manier een video kunnen downloaden. En ik snap zelf niet waar het gaat gebeuren. Het staat hier zo. Ik snap het zelf ook niet zo goed, maar oké. Let's watch this video all together. Yay, let's go. Ik heb hier geen zin in. Ik heb hier echt geen zin in. Oké, heel de video, de eerste 10 minuten waren gewoon fucking intro of zo. En nu staan hier allemaal Chinese shit. En er staat ondertiteling bij in het Engels. Dus sommige delen van deze video kunnen gezien worden als violence of cruel. Ja, gewoon sommige dingen kunnen fucking vies zijn of gewoon gewelddadig. Let's go. Poco Poco shopping. Let's go.
Holy shit, ik heb een easter egg gevonden. Sas Illuminati confirmed. Oké, maar we gaan verder kijken, want dit is echt random. Al die 666 dingen en al die Illuminati. Dit gaat echt fucking nergens over. What the hell? What the fuck? Dit gaat echt fucking nergens over, Amdon. Oké, dat was fucked up, denk ik. We zijn terug op Evil en ik ga hier gewoon eens mijn naam intikken en kijken of ik een chat vind van mensen die door mij hierop zijn gekomen. Het is nog altijd niet gestopt. Mensen zijn nog altijd... Zet iemand zijn telefoonnummer in. Mensen doen hier echt domme dingen. Mensen doen hier echt domme dingen. We missen zijn video's op de deep web. Wel, hier ben ik. Hallo. Join the Illuminati. Ja, het zijn gewoon allemaal kinderporno dingen. Het gaat echt helemaal nergens over. Het is echt helemaal fucked. Als er mensen echt de reden willen weten waarom ik zo weinig deep web dingen doe. Ik deed het een paar keer. Ik zag Zoes het een paar keer doen. En toen ineens deed iedereen het. En dan is het niet meer leuk om iets te doen als iedereen het doet. Dus snap je? Dat is niet zo fijn. Ik ben Acid. Het is nu al heel erg laat. En ik weet niet waarom ik dit zo laat heb opgenomen. Want ik ga zo meteen slapen. Dus dames en heren, vonden jullie nu een leuke video? Dan zeker een duimpje omhoog. Ik ben Acid. En ik zou zeggen, nou ja zeg. Ik ben echt pittig geschokt van die Japanse video. En ik snap er geen kloten van. Maar oké, ja, you. Coolste wat je ooit gedaan hebt op school. Ik denk skateboarden door de gangen of zo.